deze nieuwsuitzending. Die is politiek incorrect. Want ik ga het hebben over censuur à la 2019. Dit is een vervolg op de uitzending die ik klaar heb staan. En die inmiddels dan, als jullie dit luisteren, staat hier er al op. En dat is nieuwsuitzending 589. Die moet je zo kunnen vinden. En nieuws, als je dan in Google, dan doe je iets als Perry Winkel. Perry Spatie Winkel. En dan nieuws 589 en dat aan elkaar. Dat heb ik met opzet zo gedaan. Zodat het makkelijk te vinden is. Unieke sleutel. De titel daarvan is Bewijs van verholen stiekeme Facebook-ban. Daar leg ik het uit. Maar kort samengevat komt het erop neer dat als ik een YouTube-film share, dan kies ik alleen voor Facebook, want je kan ook sharen naar Twitter en naar en al die anderen. Maar ik had een Facebook account. En dan klikte ik altijd even op Facebook. En dat leverde mij, toen ik dat nog niet deed, had ik dan zoveel views. En dan deed ik een share op Facebook. En dan, ja hoor. Dan kreeg ik nou niet 100 uur of zo. Maar enkele views. Mensen waren geïnteresseerd. Een goede vriend van mij, Anton ten Broeke, die staat nog steeds op Facebook. Die kwam ik een keer in het echt tegen, zomaar toevallig. Ik zat naast hem aan de bar. Ja, hey. Anton, hey. Want hij woont niet meer in Arnhem, dacht ik. Vroeger wel. En zijn dochter, Isabel, was het er nou. Die was groot geworden. Ja, natuurlijk. Zijn dochter is iets jonger dan mijn dochter. 2 jaar. En die zei toen tegen mij van ga vooral door. Hartstikke leuk. Nou, in die tijd kon Anton dus op Facebook. Stond ik er weer eens. Hé, dat is Perry. Nou, dat kan niet meer. Dus als ik dat eens deed, dus mijn Facebook, doe ik share, doe ik Facebook. Nou, dan kijk ik altijd voor de zekerheid of die inderdaad op Facebook staan. Want ja, de nieuw geposte dingen, die moeten bovenaan staan. Dat is de deal. Dat is de functionaliteit van Facebook. Het is vrij simpel. Vroeger had je nu jij. Daar ben ik toen ook vanaf gedonderd, by the way. Bam, in één keer. Hè? Ja, je hebt onze huisregels overtreden. Dan heb ik nog proberen over te communiceren. Maar ja, zeg nou wat ik fout heb gedaan, dan zal ik dat niet meer doen. Waar ik ook ben. Hoppakee, account geblokkeerd. Doei. Dat leverde mij een kliks op, jongen. Wow. En dan refereerde ik naar mijn website. Ja, mijn website. Momenteel is dat niet meer zo actueel. Maar toen had ik. Wil ik dan een opnieuw jij wat zetten? Tot en met meer dan 100 per dag. Nou, voor zo'n klein websiteje wat niemand kent. Maar kennelijk toch wel de pikante onderwerpen. En heel frappant was het toen ik begon over de paus. De algemene kerk.
waar ik helemaal niet van hou. Maar dat was het einde van mijn nu jij account. Ze hebben verder geen opgave en redenen gedaan van je hebt de huisregels overtreden. Niet eens van ja, wat dan? Welke uitzending was tegen het zere been? Ja, dat hoor je dan niet. Ha 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 ha. Nou, en nu was het dus zo, dat doe ik op YouTube en share. Dan staat hij inderdaad bij Facebook bovenaan. En dan binnen 1 minuut is die weg. Dat zag ik een aantal keer gebeuren. Ik denk, ligt het nou aan mij? Want wat ook wel gebeurde is dat hij naar beneden zakte. Dat vind ik logisch. Dus ik zet hem erop, staat hij bovenaan. En dan gaan andere mensen posten met een foto van hun spaghetti maaltijd. Ook erg belangrijk dat iedereen dat ziet. Ja, dan ga ik naar onderen. Dat was vroeger zo. Maar de laatste tijd niet meer. Gewoon erop, pats, hij was weg. Dat ik, nou ga ik het even nog een keer zelf nog een keer proberen. Dus weer een share gedaan. Ja, dan staat hij weer bovenaan. 1 minuut wachten, weg. Dan denk ik, nou ga ik er een filmpje van maken. Dan heb ik vandaag met Marco gebeld. En Marco mee laten kijken. Die heeft ook een Facebook-account. Nou, dan deed ik een share en dan zei ik tegen Marco, zie hem staan. Ja. Nou, een minuut later was die bij Marco ook weg. Toen heb ik aan Marco nog gevraagd van, nou, wil jij dan even een share doen? Dan ga je naar mijn YouTube-kanaal toe. Maar dat wilde hij niet. Weet ik veel, chagrijnige buis. Doe een plusje, een testje van niks, ja. Ja, hij zit achter zijn computer. Ctrl-T, dan doe je YouTube. En dan user/de Hufters. Dat is de naam van mijn band van die dagen. Als je het pakje check op is, dan stop hem erover. Ja, zonder hem weg te gooien. Dat pakje check. Je kan het beter ophoesten. Ja, dan moet je even daar naartoe gaan en dan zie je hem zo staan. Het is de laatste video die er staat. Dan moet jij even dat ding play drukken. Zoiets naar de play pagina gaan. En dan heb je eronder die share button. En dan klik jij even op Facebook. Ja, is het nou 3, 4, 5, 6, 7 klikjes of zo. Dat is nog geen 15 seconden werk. Waardig gezien. Ik snap het niet waarom. Nee, dat is mijn ding. Dat ik het niet snap. Daarna heb ik nog even gebeld met Wim Kruidentuin. En Wim zei, wat is er aan de hand dan? Wat heb je gedaan? Ja, bedoel, wat ik bespreek, dat kan je zo bekijken. Er zit geen porno bij. Echt niet. Ook niet beledigend. Wel een keer gehad dat ik een filmpje op YouTube. Stel dat je buitenlanders ergens in Parijs. Dat was mijn partijtje bezig, jongen. Die had ik als titel gegeven. Lachen met allochtonen of zo. Toen kreeg ik een warning. En dan, pas op, jongen. Niet te ver gaan, hè. Dat was ik oké.
Ja, die buitenlanders die mogen wel half Parijs molesteren, maar je mag er niks over zeggen. Niet zo humoristisch als ik. Maar dat heeft verder geen gevolgen gehad. Daarna heb ik nog een keer dat ik het met Marco had over seks met Angela Merkel. Ja, die vond ik ook wel grappig. Maar hadden we een foto gebruikt, want Angela Merkel die staat met de blote nixie. Staat ze op het internet. Ze heeft bij een nudistenkamp gezeten. Toen was ze zeker ergens in de 20. Ja, dat leverde mij een community strike op. Die staat er nog steeds, man. Dat ging om die foto. Dat kan niet anders. Voor die titel kan het niet zijn. Ik heb er ook een gemaakt, die heet Seks met Mark Rutte. Die heb ik niet gepubliceerd, dacht ik. Ja, dat mag toch. Ja, kom. Ik wil zeggen, ja. Maar nou is het dus, wat ik ook maar doe. Ik heb een hele leuke uitzending gemaakt. Bekijk hem eens. Die heette de grote zonne-energiewedstrijd. Dat is geen geintje. Dat is erg leuk. Nou, ik heb Wim gebeld. Wim vraagde mij, van, ja, hoe kan het dan? Gebruik jij copyrighted materiaal? Nee. Oh, die heb ik ook gehad, dat ik muziekjes gebruikte die ik op internet had gevonden. Maar die vond ik dan leuk. Ja, dat mag je niet zomaar doen, dat weet ik ook wel. Maar je mag die muziekjes wel afspelen, opnemen in je film. Maar dan mag je die film niet ten gelde maken. Dus je mag niet advertentie je dingen zijn inkomsten vragen. Dat vind ik logisch. Maar dat doe ik helemaal niet. Waarom? Wat een gedoe, dan moet je een PayPal-account maken of een Patreon-account. En dan moeten mensen met een chipkaart iets gaan. Ah, nee, dat doe ik niet. Als je het echt zo leuk vindt wat ik doe, dan kom je maar naar Arnhem toe en dan neem je een worst van me mee. Vroeger een fles wijn of een fles whisky, maar ik drink niet meer. Dat doe ik niet. Een doos sigaren, maar ik rook straks niet meer. Of een gammetje wiet, maar daar ben ik ook mee gekapt. Het is mooi geweest met alles. Voor mij. Maar dat drugs gebruik. Ik ben bereid om de wereld in al haar afgrijzelijkheid helder onder ogen te zien. Face the music. Zeggen ze op zijn Engels. Bezie de muziek. Dus ik weet niet wat je nu van mij moet doen. Nou, niks. Ja, je mag geld overmaken naar mijn bankrekening. Ik zou daar zeggen, doe het niet. Ik heb 48 abonnees. Die allemaal een euro in de maand betalen. Ja, heb ik 48 euro in de maand. Maar wie doet dat nou? En wat moet ik met 48 euro in de maand? Rijk van worden? Het gaat mij helemaal niet om het geld. Het gaat mij om mijn mening van vrijheidsuiting. Mijn mening. Of mijn vrijheid van mijn meningsuiting. Dat mag toch? Ik gebruik geen vieze woorden. Er zit niemand voor rot te schelden. Ik roep niet dat Thierry Baudet een klap voor zijn bek moet krijgen. Ik heb het net wel even gezegd, maar ik zeg, daar zat het woordje niet bij. Nee, waarom? Ik bespreek dingen als geschiedenis. En in het geval van die zonne-energiewedstrijd, daar verklap ik, vertel ik, hoe je heel eenvoudig zelf een zonne-energiecentrale kan maken. Dat is toch leuk? Je kan niet helemaal voor niks. Maar dan maak je een kleintje.
je een tuin hebt waar je toch verder niet zoveel mee doet, nou, dan kan je zo'n ding in maken. Wil je een gat in de grond graven? Volstorten met zand of zo? Ah, in die uitzending, het is nieuwsuitzending Huppeltje Pup. Daar leg ik het uit. En dan werk je met Peltier-elementen. Nou, hier in Nederland hebben wij een zonne-energie gemiddeld van 100 watt per vierkante meter. Gemiddeld, de winters en nachten meegerekend. In de zomer, voorjaar tot en met het begin van, ja, tot en met de nazomer. En een beur, joh. Ja, en dan haal je bij Jos Verstraten, die leuke man, die elektronica boer. Die staat op Facebook. Maar trouwens bij Radio Piet hier in Arnhem. Even informeren wat je dan precies moet hebben. En dan kan je er een oplaadstation van maken. Voor mobieltjes. Ja, je wordt er niet heel rijk van. Maar het is leuk om te doen. Het is een leuk knutselproject. En het werkt gegarandeerd. Het enige wat je geld kost zijn die Peltier-elementen. En voor de rest denk ik dat je het kan doen met schroot. En oud hout. Dat is allemaal niet zo moeilijk. Het is veel werk. Veel. Misschien 2 dagen aan het graven en knutselen. Ja, dat staat dan in die uitzending. Maar ja, dat mag dan niet. Want daar heb ik het ook mee getest. Want dan ga ik die even posten. Pats! Ook in één keer. Heb ik Wim gebeld en verteld. Wat is er, Wim? Van, oh ja. Ja, zei die Pat Condel is ook al. Een probleem. Dat is censuur. Ja, zei Wim, dan moet je een klacht indienen. Maar, zei die, zo'n klacht hier wordt in Amerika aangenomen en. Ja, in Europa vallen we onder andere, ja, onder Europese wetgeving. Kun ik ook nergens op slaan. Maar we wonen in Nederland en niet in Europa. De EU is ooit goedgekeurd door het Nederlands parlement, want het zou alleen maar een handelsverdrag inhouden. Net als de Benelux. We hadden dat niet nodig, want de handel met Italië en Frankrijk en Spanje en Duitsland en België en Luxemburg, ja, dat liep geweldig. Daar heeft de Europese Unie hooguit de boel bemoeilijkt. Vooral met een 6e richtlijn voor de BTW-wetgeving. Ha, 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 ha. Ik heb het meegemaakt, hoor, bij een klant van mij, die kon activiteiten gaan staken. Dankjewel, Brussel. Even de economische activiteit platleggen. Misdadig, vind ik. En toen Wim hoorde, die vroeg dus, heb je porno? Nou, dat weet hij wel dat ik dat niet doe. Maar hij zei, heb je copyrighted materiaal? Auteursrechtelijk materiaal? Nou ja. Ja, die foto van Angela Merkel. Ja, dat kan dus niet. Oké. Nou, dat accepteer ik. Maar toen zag ik nog op Facebook zo'n warning ding. Zo'n niet meer doen, jochie. En ook op YouTube. Ik heb ook die uitzending gelijk weggegooid. Die kan je er niet meer vinden. En als je die foto van Angela Merkel wil zien, dan moet je intypen in YouTube Angela Merkel nudist of zo. Nude. Dan loopt ze met 2 vriendinnen en komt ze de zee uit. Al die 3 vrouwen in de blote bibs. Kan je gelijk zien hoe de tieten van Angela Merkel eruit zagen. Inmiddels ook niet meer.
Dat is wel jammer natuurlijk, maar... Ja, dat hij het team weer afgedingest is. Maar dat vind ik tot daar aan toe. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar dit? Why the fuck? Ik post iets over zonne-energie. Met Peltier-elementen. Volkomen legaal. Peltier-elementen kan je overal kopen. Behalve bij de groenteboer. Maar je kan zo op internet kan je Peltier-elementen bestellen. Dus helemaal niet, dus niks giftigs aan. Of anders explosief. Helemaal niet. Het zijn twee verschillende soorten metalen. En die zijn op elkaar gedingest. Ik weet niet precies hoe ze ze in elkaar zetten. Het heet het Seeberg-effect. Met een S. En een H op het einde. Als ik het goed heb. Die S heb ik goed, maar die H weet ik niet zeker. Het Seeberg-effect. Het is het Peltier-effect, maar dan ondersteboven of achterstevoren. Dus in plaats dat je stroom gebruikt om een temperatuurverschil te creëren. Dus met een Peltier-element kan je prima koelen. Is handig voor op de camping. Geen bewegende onderdelen zoals in een koelkast. En er zit er zo'n pomp in zo'n koelsysteem. Ja, dat kan kapot. Volkomen legaal, milieuvriendelijk. Hoppakee, dat mag niet meer. Ja, dus zei Wim, dan moet je een klacht indienen, maar blablabla. En dan begon hij over Pat Condell en nog wat namen. Even kijken wat Pat Condell er nog op staat. Er staan nog wel oude filmpjes op. Pat Condell. Pat Condell. Kanaal even erbij. Dat komt wel goed. Nou, de laatste is van 3 maanden geleden. Wim zei dat hij geband. Toen dacht ik, nou heb ik er genoeg van. Heb ik me afgemeld bij Facebook. Kreeg ik nog de optie van, ja, je kan je ook voorlopig afmelden. En dan kan je altijd nog weer terugkomen. Nou, doei. Dit is censuur. Dat zei Wim ook. Ja, als jij over de schreef gaat, dan mag je... Dat staat ergens in het wet, als je... de normen overtreedt met een bepaald item. Ja, dan mogen ze dat item bannen. Dat is geen punt. Natuurlijk mag dat. Maar ze mogen niet zomaar de hele content van jou bannen. Dat betekent een mens mond dood maken. En dat is met mij gebeurd bij Facebook. En als ik zo door op ieder moment dan het ja, dan heb ik het. Het kan zomaar komen. Even eens heel kort typen naar Mira. Die zegt tegen mij, kijk even op zo'n zo laat op Nederland 1. Maar ik heb geen tv. Even smiley eraf. Mira is aardig. Ken ik ook alweer jaren. Leuk iemand. Ik heb al heel lang. Ik heb al. In mijn nieuwe woning waar ik nu zit. Of nieuw. Daar woon ik nu ook al 9 jaar. Heb ik nooit een tv gehad.
Ik had er schoon genoeg van. Als iemand monddood maken. Dat is de censuur. De allerergste vorm. En als Perry wat zegt, ook al is het, gaat dat over iets als zonne-energie, weg ermee. Of een leuke bespreking van Genesis 3 of zo. Uit de Bijbel. Afgelopen. Ja, ga je daar maar zorgen over maken. Oh, dat kanaaltje, zeg ik met opzet. Dat kanaaltje van mij. Oh. Het is tot daar aan toe. Maar als het mij kan treffen, dan kan het jullie ook treffen. En als ik er viel me al op de laatste tijd op Facebook. Er staat echt alleen nog maar... Ik kan er nou niet meer op kijken, want ik heb hem afgemaakt. Maar het viel mij op. Ik denk, wat is dit voor een bagger, man? En dan kijk je erboven en dan staat er sponsored. Ja, terwijl het eruit ziet als een Facebook-boodschap. Dat is reclame. Ha, 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 ha. En er stond op Facebook een vent... En die heette Ralph Browns. En nou, die had best een leuke kop. Dat is een vent met een tintje. Hè? Zo'n bolle kop. Ik weet niet waar hij nou precies vandaan komt. Spreekt keurig Nederlands. Hè? Zo. Denk ik hier in Nederland geboren. Dat vermoeden heb ik, weet ik niet. En die hield van die hele serieuze uitzendingen. Mensen, dit kan niet zo langer. Ja. Heb ik Ralf nog een keer gecontact. Ja, want je bent al vrienden. Zo. Dus op een of andere manier was ik al vrienden. We hadden boodschapjes gestuurd. En op een dag stuurde ik hem een boodschap van zullen we even gaan kletsen. Ik zag die filmpjes van hem en dat was echt reuze leuk. Heeft hij het over chemtrails en al die dingen. En we zijn het over... Ja, overal waar hij het over had. Ja, dat vind ik ook. Twee handen op één buik. Ja, en dan had hij geen Skype, maar hij had wel Messenger. Ja, ik dus ook. Facebook Messenger. Had ik hem aan de lijn. Nou, koptelefoontje op, microfoontje erbij. Ik vroeg aan Ralf nog, van mag ik dit opnemen? Nee, zei hij, dat heb ik liever niet. Oké. Ja, hij kent me ook niet. Achteraf bezien is dat jammer. Want de verbinding werd in één keer verbroken. En dat was het laatste wat ik van Ralf vernomen heb op Facebook. Ralf was kritisch. Weg is die. Ja, ik laat me even een pauze vallen. Hè? 2 minuten stilte. Want dit kan toch de bedoeling niet zijn? En dan moet ik denken aan de tijden van de Inquisitie. Die leuke katholieke jongens. Die rare jezuïeten. Je mag van alles zeggen, als het maar correspondeert... Met het woord van de paus. Ja. Dat is toch erg? Dat nou? Is geen grapje. Geen geintje. Deze dingen gebeuren. En iedereen die een foto maakt van zijn bord pasta... Met een lekker glas prosecco erbij.
Ja, dat mag iedereen erop zetten. En ik heb een schilderij gevonden op zolder en het ziet er zo uit. Mooi, hè? Ja, dat mag. Maar een kritisch stuk? En dan wel al die dingen van gele hesjes. Gele hesjes hier, gele hesjes daar. Een geweldloze huppeltjepup. En dan zie je de ronde filmpjes dat die gele hesjes toch agenten gaan lopen duwen en dalen. Ja, maar ze werden geprovoceerd. Ja. Ik vermoed dat die Martine van der Velde er helemaal geen Martine van der Velde is. Overheid. Hoe heet dat? Breincontrole. Als ik jou was, zou ik van Facebook afgaan. Dan kappen met die handen. Ik sta nu nog op YouTube. Nou, als ik daar afgedonderd word, dan verzin ik ook nog wat. Want zelf kan ik ook streamen. Ik heb voorlopig het geld niet om dat even op te hoesten. Maar als de tijden weer wat beter worden, en dat zal wel, dan kan ik dat gaan. Dan komt het allemaal goed. Maak je geen zorgen. Maar dan komen ze daar weer achteraan. Tot. Leuk, hè? Nederland. Vrijheid van meningsuiting. Ja, maar niet op Facebook. In dit geval dan. En ik weet niet wanneer ik aan de beurt ben met YouTube. Ja, zo Wim. We hebben het over de Holocaust. Er is één uitzending geweest. Dat was een hele tijd geleden. Uitzending nummer 40 was het. Nieuws 040, zoiets. Holocaust ontkenning. Nou, wel is het zo dat ook onder deze video, ik laat het gewoon staan. Hoor. Er is een documentaire, er staat een link naar een documentaire, die is gemaakt door, ik denk een groepje. Maar één iemand is de voice-over. En die bespreekt het al. En die vent die zegt met opzet, wat je zegt, ik ben anoniem en dat is met opzet. Want in principe is het ontkennen van de Holocaust in Amerika niet strafbaar. In Canada wel. En in Duitsland wel. Een beetje gezet. En hij heeft geen bril. Hij is in Canada gearresteerd. En er rechtszaken tegen hem. Terwijl die man alleen maar een aantal vragen stelt. En in die film One Third of a Holocaust, die staat hier onder deze, bijna onderaan. Klik maar. Erg goede documentaire. Knap gemaakt. Het heeft heel veel. Sorry. Heel veel tijd gekost. En geld. Treinkaartjes kopen.
zijn ze echt naar bibliotheken gegaan en de boeken erbij gepakt. Elie Wiesel. Die boeken mag je niet meenemen. Er zijn fotootjes gemaakt. Eén ding is zeker, ze hebben gelogen over de Holocaust. Waarmee ik niet wil zeggen dat de Joden niet de lul waren, want dat waren ze wel. De Joden zijn namelijk al de lul geweest sinds dat die Romeinen Jeruzalem hadden ingenomen. Waar die Joden helemaal geen zin in hadden. In de dagen van Christus Jezus. En Adolf Hitler, dat weten weinig mensen, hij was een katholiek. En die stond onder de begeleiding, zo, onder het toezicht van een of andere kardinaal, bisschop. Frans von Paapst, Pipst. Nou, vandaar dus dat Adolf Hitler met het geniale plan kwam om geld in te gaan zamelen in Amerika. In Amerika, hè? Voor de bouw van concentrationslagen. Concentratiekampen. En zeker staat vast dat de Joodse mensen daar aan het werk werden gezet. En die kregen daar geen vergoeding voor. Dus dat is pure slavernij. En er werden medische experimenten op uitgevoerd. Dus die Joodse mensen waren, ze zijn verschrikkelijk te gazen genomen. Dat staat vast. En er zijn geen gaskamers gevonden. Nergens niet. Ook in Auschwitz niet. In Auschwitz staat een gebouw en dat heet Kaaskammer of zo. Kaaszimmer. Heet kammer. Maar daar kan je verder niks in zien. Er zijn een paar muren. Dus er is gelogen over dat hele verhaal. Zijn dingen gefantaseerd. En bijvoorbeeld dat ze in Buchenwald zouden ze van de huid van Joodse mensen lampenkappen hebben gemaakt. Hadden ze het bewijs van. Ja, maar het spul van die lampenkap, dat was varkensblaas. En niet de huid van Joden. En nog wel wat meer dingen. Oh ja, stukken zeep. Dat was van jodenvet gemaakt. Dat is helemaal niet waar. Niet gebeurd. Dit is censuur. Dan kan je lekker blijven stemmen op Thierry Baudet. Hier gaat Thierry Baudet met zijn Forum voor Democratie niks aan doen. Die kijkt wel linkeren. Mijn vertrouwen in de eerlijkheid van de mensen om mij heen. Dan denk ik, laat maar zitten. Door Wim vertrouw ik. Wim gaat het aan. En nog wel meer mensen. Marco tot op zekere hoogte ook. Behalve als hij zo chagrijnig is. Dan heb je niet veel aan hem. Maar de overheid? Ik denk dat de mensen die bij de overheid werken, 90 tot 95, 98 procent, heeft geen flauw idee. Wat zou het uitspoken zijn?
Dat is ook kwalijk, Manu. Lijkt me. Maar de overheid is misdadig. En ze maken ons kapot. Ze maken de Nederlandse cultuur kapot. Hier in Arnhem hebben wij een percentage buitenlanders. Boven de 30%. En onder de nieuwgeborenen is het percentage buitenlandse kinderen, buitenlandse afkomst. Is het misschien, zou ik moeten gokken, 40%, 50%. Het is een kwestie van een paar generaties, dan zijn wij Nederlanders hier de minderheid. Refugees welcome. En waar zijn wij dan welkom? In Zuid-Afrika. Daar worden wij vervolgd. De Amerika. Dus daar stroomt het helemaal binnen. Donald Trump die probeert er nog wat aan te doen. En die krijgt een weerstand, jongen. Nou weet ik ook niet of het bouwen van die muur nou het allerbeste idee is sinds het gesneden brood. Ik heb er ook zo mijn twijfel bij. Maar dan nog. Iemand moet er wat aan doen. Die Amerikanen zijn niet bedoeld als opvangstation voor Zuid-Amerika. Wat is dat nou? En een saillant detail is dat die mensen die vanuit het zuiden Amerika binnentrekken, dat is katholiek. Van de algemeen, katholiek betekent algemeen, of universeel, mondiaal, globaal, mag je ook zeggen. Van de globale kerk. Iets wat ik niet wil. Iets wat ik, om het maar met Nina Hagen te zeggen, dat vind ik zo kotsen. Ja, en Amerika stroomt vol met katholieken. Heilige Maria, moeder van God. Ja, doei. En wij stromen vol met name Mohammedanen. Ja. Er zijn meerdere aanwijzingen dat het hele Mohammedanisme op de kaart is gezet door de Algemene Kerk. Het zijn geen twee verschillende organisaties. Achter de schermen is dat één geheel. Je hebt zo'n orde binnen de vrijmetselarij. De vrijmetselarij, dat is bekend. Dat het onder de katholieke kerk staat. Dan kan je eigenlijk zeggen, ja, maar de katholieke kerk heeft de vrijmetselarij toch verboden. Dat mag toch helemaal niet. Want als je lid was van de vrijmetselarij, dan kwamen ze kwamen erachter. En je was katholiek, dan werd je geëxcommuniceerd. Ja, maar dat was schijn. Dat was niet echt zo. Sommigen werden geëxcommuniceerd. Maar dat was omdat ze een verkeerde mening hadden. En dan pakten ze dat aan als excuus om iemand uit de kerk te donderen. Schijn, een schijngevecht heet dat. Het was eigenlijk niet gericht tegen de vrijmetselarij, het was gericht tegen bepaalde opinies, meningen, uitingen, die niet op prijs gesteld werden. En dan kappen met die handen. Dank je wel, alsjeblieft.
Maar dan bovenin heb je de orde van de shrine. Shriners. Die lopen met fezzen. Die Arabische hoedjes. Ik heb zo'n nummer van Steely Dan. Don't make me do it without my fez on. Goed nummer. Staat op die... Het is een best een mooie plaat. The Royal Scam. Het koninklijk bedrog. Ontzettend goede plaat. Samen met die allereerste van Steely Dan. Can't Buy a Thrill. Ik kan mij geen opwinding verschaffen. Die is ook geniaal. Alles eigenlijk wel van Steely Dan. Maar dat zijn de twee die ik het allerbest vind. Ja, het is mijn man. En waar het naartoe moet. Nou, enkele reis richting de duisternis, zou ik zeggen. Dankjewel, regering en de koning. Dat noemt zich dan de vertegenwoordiging van het volk. Ja, van welk volk? Ik ben nooit vertegenwoordigd door wie dan ook niet. Noem mij een politicus en dan kom ik gelijk met een schandaal. Maar weet je nog? Neem Jan-Peter Balkenende. Die moet geweten hebben dat die officiële berichtgeving over 9-11 dat niet kon. Aanslagen van 11 september. Dat kan ik maar niet. Niet op die manier. Niet met 19 woestijn-Arabieren. Met breekmesjes. En dan het hele World Trade Center complex. Weten ze 1, weten ze 2, weten ze 3, weten ze 4. Tot en met weten ze 7 aan toe. Ja. Zo'n 19 woestijn-Arabieren met breekmesjes. Ja, maar er zaten ook nog 6 mensen op de achtergrond en die waren alles aan het besturen. Ja. Alles bij elkaar, zeg maar, 30 mensen. Tegen de allergrootste lege macht van deze aarde. Jan-Peter Balkenende had het moeten weten. En of hij wist het. En dan heeft hij een misdrijf gepleegd. Of hij wist het niet. Dan had hij nooit in de politiek gemogen. Dan was het een dombo. Heb je? Meer mogelijkheden zijn er niet. En zo worden wij al heel lang voorgelogen. En bijvoorbeeld de kinderen wordt dan... Ja, mijn dochter heeft het niet meer geleerd gekregen, dacht ik. Maar Willem de Zwijger, Willem van Oranje... De vader des vaderlands. Die is dan doodgeschoten door Balthasar Gerard. En toen is Balthasar Gerard doodgeschoten. Maar er staat niet in de geschiedenisboeken dat Balthasar Gerard handelde in opdracht van het Vaticaan. Dat is liegen door te zwijgen. En dat is ook liegen. Je mag geen gegevens achterhalen. En iedereen, al die kinderen doen te laten geloven dat ze nu alles weten van de moord op Willem de Zwijger. Ja, terwijl je de hoofdpartij, namelijk de globale kerk, de algemene kerk, dat je die even buiten beschouwing laat. Dat is misdaad, vind ik. Ik weet niet wat jij ervan vindt, maar ik vind het misdaad. Zeg dan niks. Ja toch?
Zowel Marco als Wim, hè, over die Facebook toestand. Ja, maar er is toch iets anders als YouTube en Facebook. Hele andere maatschappijen. Dat is helemaal niet waar. Achter de schermen is dat één grote clubje. Ze hebben een eigen verlies- en winstrekening. Ja, oké. Okay. Maar dat zit. Zo gaan die dingen. Alleen al het feit dat je vanuit YouTube, dat je dan op een share-button kan klikken en dan poef, en dan staat hij op Facebook. Maar ik ben programmeur en daarvoor moet je toch echt hele bijzondere inside information hebben. Daar heeft dus, vanuit YouTube wordt er geshared en Facebook die moet... De jongens van Facebook moeten die programmeurs van YouTube echt helpen. Om het allemaal te begeleiden. Dat kost allemaal geld. En zowel YouTube als Facebook. Ja, je gaat mij niet vertellen dat dat een winstgevende business is. Het kost klauwen met geld. En wie betaalt dat? Ja, dat komt uit een grote pot. En die heet... Besturen van het volk. Aansturen van het volk. Het beïnvloeden van de mening van het volk. En het in de gaten houden wat het volk aan het vertellen is tegen elkaar. Zodat je weet waar de dissidenten zitten. Iemand, zo'n Amerikaan... Precies bij welk kanaal ik dat gevonden heb. Waar die op een dag was hij dan op bezoek bij een katholieke organisatie. Een kerk of zo. Dat hebben ze allemaal. En toen zei diegene die dan hem ontving, die zei... Zal ik even kijken wat we over jou hebben? Die trok een archief open. En die zei, oh, je hebt een rode stip. Ja, dat betekent als de staat van beleg uitbreekt, dan ga jij enkele reis naar Auschwitz geheel vernield. Nu nog fijner. En je komt nooit meer terug. Als je een zwarte stip hebt, word je gelijk doodgeschoten. Maar jij mag je doodwerken. Als het staat van beleg komt. En inderdaad, op die kaart stonden allerlei details over zijn privéleven. Dat je dacht, hoe weten jullie dat allemaal? Nou, wij vergaren dat soort gegevens. Dan kan je die getuigenis in twijfel trekken. Maar daar heb je niet alle redenen voor. Een enkele reden heb je daarvoor. Of twee. Nee, het is een mooie boel. Het jaagt mij geen angst aan. Hoor. Ik ben bijna 60. Ik heb een mooi leven gehad. Veel meegemaakt. Echt van alles. Een faillissement meegemaakt. Heerlijk gegeten. Ook wel best wel goede seks gehad. Niet veel, maar... Ah, kijk, wie kleiner niet heert, is het grote niet meer. En inmiddels hoef ik geen seks meer, dus nou klaar. Wat een gedoe, man, al die seks. Ja, de hoeveelheid testosteron, dat daalt een beetje hè, met de jaren. Dat mag je toch aannemen. Leuke ouders gehad. Nou, mijn moeder leeft nog. Hele leuke jeugd gehad. Mijn vader die hield van suipen, mijn moeder die hield van ruzie maken. Iedere dag feest ernaast. Voor mijn zusje was het niet zo'n leuke jeugd, heb ik het idee.
Maar ik heb echt met muziek gehad. Ik kon het prima buiten sluiten. Mijn ouders een hijsa hadden, dacht ik, oké. Okay. En dan ging ik de flat uit en liep ik naar de box, heette dat. Een soort schuurtje, maar dan in een flat. Daar stond mijn hengel. En in de keuken had ik dan even een boterham gepakt. Een stukje van een boterham. Ging ik lekker vissen. Uren aan de waterkant gezeten. Mijn bijnaam in die dagen, dat was het loze vissertje. Ja, het ging mij ook niet om het vangen. Maar ik vond het wel leuk hoor, een vis te vangen. Maar hey, vis. Maar gewoon lekker naar je dobber kijken. Ja. En dan gingen we weer eens naar huis en dan was er weer was de onweersbui alweer weggetrokken. En dan stond mijn moeder in de keuken de aardappelen op te zetten. En dan maar hopen dat we geen spruitjes zouden eten, want dat vind ik nog steeds vies. En toen ook. Dus ik maak me daar geen zorgen over. En de Bijbel zegt dat de pleuris komt. De pleuris komt. En de bokken zullen gescheiden worden van de geiten. Het kaf zal gescheiden worden van het koren, van het graan. Ja, maar is het wel waar wat in de Bijbel staat? Nou, dat weet je niet. Totdat het dan gebeurd is. En als het dan gebeurd is, ja, dan weet je dat het waar was. Ja, wie niet? In het Oude Testament staat van, er komt een Christus. Als God komt, er geldt in het vlees. Ja, en die is uitgekomen. In het boek Daniël staat er. Daniël, van Daniël in de leeuwenkuil. Behalve dat hij tussen die leeuwen de nacht heeft doorgebracht, heeft hij ook nog een stukje geschreven voor de Bijbel. Of één boek. Het boek Daniël. Of het is over hem geschreven. Ja, het is in zijn naam geschreven. Ja, die is uitgekomen. De tijd gaat langzaam. Tergend langzaam. Tik-tok. Maar je ziet het nu met die censuur. Ja, dat klopt voor geen meter. Ja, wij dachten door die nazi's, die nationaalsocialisten, om die even op de bek te timmeren dat alles pais en vree was. Ja, tot en met 1960. Ze hebben ons 15 jaar met rust gelaten en toen kwamen ze terug. Bij die geniale Ronald Reagan in Amerika was hij toen gouverneur van een of andere staat. Die de scheidingswetgeving even ging veranderen. Want de wetgeving tot dan toe was dat een vrouw een scheiding aan mocht vragen. Onder voorwaarde dat man lief huiselijk geweld pleegde. Zeker dat hij buiten de deur ging, wipper de wipper. Ja, dan moest je dat even aan de grote klok hangen en dan poets, dan werd die vent het huis uit gebonjourd. En jij kreeg dan geld. Als een soort beveiliging, zeg maar, tegen het vreemdgaan der echtgenoten. Ja, en Ronald Reagan die kwam met het geniale plan dat een vrouw onder elke omstandigheid, als ze er maar zin in had, ja, dan kon ze naar de rechter stappen van, ik wilde niet, ik wil niet meer door. Ja, en dan wordt zijn vent de deur uitgetrapt en 3 dagen later zit oom Henk zit daar binnen. Niet dat het echte oom is, maar die wordt een oom Henk genoemd. Of God beter het papa. En
Nou, dat is doorgewaaid naar Nederland. En dan die feministische beweging voor de zoveelste keer weer eens. Oh ja, vrije liefde, vrije seks. Voor de zoveelste keer. Want het, dus in de 19e eeuw was dat al een slogan. Toen is dat een beetje weggezakt. In de jaren 60 kwam dat weer allemaal. Ze hebben Amerika toen volgepompt met drugs. Ook nog. Weet je ook gelijk wat dingen als Woodstock en al die toestanden vandaan komen. Dat was met opzet. Om de samenleving te ontwrichten. In het begin van de 20e eeuw was onder, met name onder de negroïde bevolking van Amerika, was toen uit een kleine groep hoor, nog steeds. Daarin was het aantal kinderen dat buitenechtelijk was, dat was 10%. Dat was lager dan onder de blanke bevolking van Amerika. En nu is dat andersom. Er zijn nu bijna geen negroïde kinderen meer die niet buitenechtelijk zijn. Bijna allemaal. En is dat gezond? Nee, helemaal niet. En wat leidt dat toe? Nou, het is vastgesteld dat kinderen die opgroeien zonder vader, want dat is altijd aan de hand dan, hè, als die ouders gaan scheiden, die kinderen blijven bij mama. Ja, en een moeder kan niet in haar eentje zorgen voor kinderen. Punt. Dat vermogen heeft ze niet. En wat gebeurt er dan met die kinderen? Nou, die ontaarden. En in het geval van jongens, worden dat criminelen, drugsgebruikers, alcoholmisbruikers. En wat zie je dan in Amerika? Ja, als je in de gevangenissen kijkt, dus het merendeel is negroïde. Terwijl ze helemaal niet het merendeel van de Amerikaanse bevolking vormen. En dan beginnen ze met dingen als Black Lives Matter. Maar dat is ook allemaal aangestuurd. Ja, er zijn altijd de negers die de lul zijn bij de politie. Ai. Negers plegen veel meer misdrijven. Ja, vind je het gek? Gemeen, hè, wat ze doen. En dan Perry Winkel de mond snoren. Want die heeft het erover. Dus ik zou zeggen, ga als een sodemieter kijken op mijn kanaal, voordat het straks... This channel no longer exists. Try again for an existing channel. Of zoiets, ik weet niet wat je dan ziet. Nou, dan heb je mijn website nog, perry7.nl. Maar ja, die halen ze ook zo uit de lucht. Ik zit bij Hostnet, een Britse firma. Met de Nederlandse afdeling hoor, van de Nederlandstalige mensen. Maar die werken voor die Britse firma. Ja, die hebben ze ook in de pocket. En dan hoppakee, weg is mijn VPS. Weg. Stop hem in een spamfilter. Nee, ik zie weinig positiefs. Dat is wel jammer. Maar een gewaarschuwd mens stelt voor twee. Nou, super bedankt. Reuze bedankt voor het luisteren. En op zijn hamburgers zeg ik, zolang het nog kan. Tjus. En dag, lieverds. En laat je niet kisten.